allemaal. Leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe vakantievlog. Ja, het is eigenlijk een weekendvlog. Ja, opnieuw. Wij gaan naar... Yo, kun je dat niet doen? Wij gaan naar... Onze achtertuin verhuizen. Wij gaan naar Spanje toe. En het is nu vandaag, welke dag is vandaag? Vrijdag. Ik heb vandaag mijn laatste schooldag. Nee, ik wil nu gewoon nog geen bureau. Ik wil uit het vliegtuig doen. Dat is toch geen bureau? Elena belt mij even opnemen. Neem jij maar op. Hallo, Elena. Wat is er, schat? Ben je ook aangenomen? Ja. Goed zo! Nee, ik heb een probleem. Wat? Dat ik met 2 september nog op vakantie. En wat is daarmee dan? Ja, dan is toch dat kennismaking ding. Oh, maar dat stelt echt niks voor. Oh, maar dat, maar ik ga daar wel heen, want ik moet dat doen, want ik moet mijn begeleider ontmoeten. Oh. Maar... Ik ben gezakt. Maar pas... Ik ga echt met de stichting naar Spanje. Maar, wij gaan dus nu vertrekken. Dan ga ik naar je met Spanje. Ik ben het favorietje. Oh nee, wacht. Wie loopt achter andere wagen liggen? Dat kan je niet zeggen. Dit is mijn reisoutfit, jongens. Trainingspakje aan. En dit is papa's reisoutfit. Die zit helemaal in de stijl. Papa is die 50-plusser tegen. Oh, misschien moet ik wel mijn koffer meenemen. Dat is wel handig. Heb je een zonnebril mee? Ja. Tandpoedel. Hoezo? Omdat je een nieuwe moet kopen. Als je hem vergeet, als kan je een nieuwe kopen. Waar is mijn koffer? Papa, heb jij die al in de auto gedaan? Ja. Oké. Okay. Wat vind je van een nieuwe broek? Als ik dit zou... Door. Zou dit in de Chantal zeggen? Dat zijn ze. Lensspullen en toestanden erbij. Ja. Geen idee, anders gaan wij lekker blind blijven dan. Maar mag ik de deur dicht doen? Oh, dan moeten wij achterheen. Ik vergeet echt wel. Mijn oortjes. Kijk, zie je, dit gaat dus altijd al fout. Maar in ieder geval, ik probeer al 10 minuten volgens mij mijn verhaal te doen, maar hartelijk niet. Wij gaan naar Malaga in Spanje. Want mijn moeder is daar nu ook, dus wij gaan er nu ook heen. En ik ben... Kijk, ik echt niet doen zo. Je had zo'n oma-bil. De broek is eigenlijk net iets bruiner worden. Kun jij hem op slot doen, pap? My hands are full. Met Marie Antoinette, dat heb ik bij geschiedenis. Oké, okay, maar in ieder geval, vrouw van Napoleon. Nee, toen heette ze nog... Wat is er? Sorry, geschiedenisdocent, als je nu kijkt, dat ik helemaal van... Oh nee, ik weet het. Iets met de derde. Hoe heette die ook alweer? Antoinette. De derde. Hoe heette die ook alweer? Met de L. Lodewijk. Lodewijk. Lodewijk de vierde. Ja, zoiets. Een van de 4, 5 of zo. Maar, welke app is dat? Dashcam. Oh, mijn pakketje is afgeleverd. Letterlijk, morgen komt mijn chiclem. Heulen. Maar, wij gaan dus nu naar Eindhoven. Oké, wij gaan. Wat wij nu zeggen? Ja, wij gaan naar Eindhoven nu. Eindhoven Airport, want Schiphol staat helemaal vol. Dus dat doen we maar even niet. En, vanavond, we zijn daar nou gewoon om 7 uur. Ja, ik had gelijk. Ja, rond etenstijd zijn we er. Dus ja, helemaal leuk. Oké, jongens, we zijn dus aangekomen. Ik zie er echt niet uit, het spijt me. Maar onze slimme mam... heeft een diner gepland, want mijn moeder was hier al. En ze heeft een diner... Oh, mijn zonnebril zit niet. Ze heeft een diner gepland. Om 8 uur. En dat was om 8 uur, het is echt al 8:30 of zo. Maar we zitten zeg maar in onze pyjama. En we moeten nu naar dat diner. En het is met de hele flamingo show of zo. Het is een hele show. Alleen, ja, ik ga denk ik even proberen om in de wc om te kleden. Oh, deze oma is schattig. Dat is echt een mooie jurk. Maar welke? Oh, deze. Ik dacht deze is ook mooi. Niet? Weet iemand welke jurk dit is? Weet iemand welke jurk dit is? Dikke sangria. Voor een dik meisje. One more drink? No thanks. Thank you.
spreek maar. You want more drink? No, no. No. Kijk wat ik krijg. Ik krijg dit. Drie sangria's later. Fiona dood. Mijn kindermenu is nog steeds niet op. Want we moeten over iets meer dan een half uur beneden staan. Want mijn moeder heeft een fietstocht rond Malaga geregeld. Dus we gaan allemaal leuke dingen zien en zo. Maar ik zit op dit moment nog in mijn pyjama. Zoals je kan zien. Dus ik ga even klaarmaken. Oei. Super erg mee kunnen nemen in mijn dag. Omdat ik eigenlijk heel veel ging doen. En ik had eigenlijk niet echt plek om mijn camera mee te nemen. Maar kijk hoe mooi het hier is. Uitzicht op de zee. Kijk. Daar is de boulevard. Dat is echt heel leuk. Daar hebben we vandaag gefietst. En met een fietstochtje. Het was wel heel grappig. Want we waren met zo'n tour gids. En dat was wel heel erg leuk. Al moet ik zeggen dat ik niet echt een fan ben van fietsen, maar een beetje licht hebben we nodig in onze kamer. Mijn make-up ziet er verstrooid uit, dus die ga ik zo opnieuw doen. Maar ik wilde even een shoplog aan jullie geven, want we hebben vandaag natuurlijk uiteraard... Deze raam blijft niet open, denk ik. Maar we hebben vandaag uiteraard geshopt. Blijf open. Ja. En hoe vraag je je dan af? Ja, zo blijft hij open. Wow, ik kan hem gewoon hier neerzetten. Ik zweer uit het raam. Maar dan ben ik bang dat een vogel meeneemt of zo, want hier beneden is... Ja, dat is niks. Maar het is wel fucking eng. Want, maar ja. Dit is trouwens het gebouw. Maar goed, ik ga jullie even laten zien, want ik heb een nieuwe broek. Oh. Oh, ik was niet ingezoomd. Look at this. Ach, mijn koude zus weer. Nee, jongens, ik heb trouwens betaald in Natura. Grappie. Voor de mensen die snappen. Oké, dit is mijn nieuwe broek. Hij is van de Bershka. En hij is heel mooi. €10 €10, jongens. €10! Ik heb nu even een random blouseje opgedaan. Want, blouseje topje. Want, ja. Snap je? Oké, nu ga ik laten zien... Wat we dan allemaal hebben gehaald. Ik gebruik dit lekker als mijn standaard. Nee, dit. Oh, wat top. Nee, dat mag jij niet. Want we hebben nog meer dingen gehaald. Sorry voor het achtergrondgeluid, maar het geeft een beetje sfeer in onze kamer. Doe dat niet, want ik heb de airco's het aan. Nee, maar het is een beetje leeg. Wat? Oh, oké. Ik heb dus ook onderbroeken en BH's gekocht. Want dat is heel leuk. En ik heb er eens een fashionable tas bij gekregen. Ja. Yeah. Die vrouw duwde hem gewoon eigenlijk in mijn handen zo van koop denk ik. Ik zat met zo'n stapel voor mijn moeder en voor mijn zus. En die vrouw kwam echt zo, hier, is het bag. En ik zo, oh dankjewel, gratis. En dan is het gewoon voor betaald. Maar Marjet, oké, Fiona heeft ook wat dingetjes, tanktops. Ja, het hoort er allemaal bij jongens. Het is een beetje raar, maar... Oké, en dan heb ik ook nog make-up gehaald. Want dat is hier gewoon weer lekker goedkoop. Nou oké, dat kunnen we ook weer niet... Nog steeds van 80 euro. 70. Met mama spullen erbij. Oké, jongens, ik moest opschieten. En nu zit er weer geen licht.
Oké, maar dit is de fit. Het is een jurkje van Most Wanted. Met mijn zadige tassen. Ik ben helemaal aan het zwart. En mijn Marco Tosi laarsjes. Sleehakjes. En ik heb mijn make-up opnieuw gedaan. Het ziet er niet uit. So, I have to hurry up. Up a bit. Oh ja, mijn ouders hebben trouwens een andere kamer gekregen. Dit was eerst hun kamer, 308. Maar die had gekke lekkage of zo. Erko was helemaal lek gegaan. Dus nu zitten ze ergens aan. Zijn ze al beneden? Oh, boeien. Contourvlek. Nu is mijn mascara al uitgelopen. Dat is toch erg? Ik weet niet. Stop. Dit is echt een gevaar. Fiona. Fiona. Kaulo kind. Dit is echt een gevaarlijke lift, jongens. Hij ging gewoon niet dicht. Oh, nu moet ik weer eeuwen wachten. Misschien zit nu iemand te filmen en dan komt hij dadelijk weer door. Hallo. Oh. Fijn. Oké, naar nieuw. Oh, ik dacht even dat ik verkeerde. Oké, kijk, dit is... Wat is deze muziek? Oké. Dit is het jurkje. Hij is al kort. Maak je schuur niet anders doe je papier door hagel. Dus dan kunnen we meer ronden. My way, I can't feel farther away.